Menno ter Braak was een essayist die schreef op het scherpst van de snede. Met zijn compaan Eddy Duperron voerde hij het tijdschrift Forum aan en zij beiden stelden de maatstaf van wat literatuur moest zijn. Een literatuur van de persoonlijkheid, geschreven met inzet van heel je persoonlijkheid. Ter Braak was criticus van het vaderland en essayist van verschillende belangrijke boeken. Carnaval der Burgers en Politicus zonder Partij zijn wellicht zijn bekendste werken. Het ontmaskeren van schijnwaarden, dat is de essentie van zijn werk. Hij was ook een fel bestrijder van het nationaal socialisme. En toen de oorlog uitbrak, pleegde hij zelfmoord omdat hij vermoedde dat hij op een lijst van de Duitsers stond. In dezelfde periode overleden Marsman en Duperron. Een belangrijk deel van de generatie die de diensten uitmaakte in de literatuur overleed. Menno ter Braak. Wie een boek begint, legt zich met de eerste regel vast voor het gehele boek. Iedere schrijver met een schrijversgeweente aarzelt daarom lang voor hij zich op een regenachtige morgen neerzet om die eerste regel te formuleren. Hij weet dat hij niet meer terug kan, dat hij gewetenloos en opzettelijk barok zou moeten worden om de toon van zijn begin te herroepen. Onder het schrijven zullen honderden varianten opduiken. De gesluierde beelden zullen zich onophoudelijk moeten verscherpen. Sommigen zullen langzamerhand wegdansen om niet weer om te komen. Anderen zullen zo onherkenbaar aan het papier worden toevertrouwd dat zij de schrijver zelf nieuw toeschijnen.